Start. En zo zien ze zich Jos, Gevoel, Robin, Ilko, Michel, Mike, Roy en Roy. Er worden de nodige tikken uitgedeeld. En zo te zien heeft Robin de leiding overgenomen. En het is momenteel Robin, gevolgd door Ilko, Michel, Josh, Mike en Roy en Roy. Zo, andere Roy is in start. En het is Robin die een gaatje slaat. Snelste rondetijd 25.7. Snelste rondetijd daarna is van Michel 27.3. Rondflip, rondflip. T-bone. En zo te zien is Robin een paar seconden los. Daarachter is het spannender. Maar ja, niet meer. Heel kort fouten gemaakt te zien. En ook Robin heeft een fouten gemaakt. En zo te zien is Robin kapot. Ronde. En het is momenteel Michel, Robin, Robin, Ilko, Rus, Roy, Mike en Roy. Hoewel Robin is uitgevallen, heeft nu steeds de snelste rondetijd staan, 25.1. Ja, voor de tijd aan huis van Michel, die een grote leiding heeft van 26 meter. Dank je wel, is korter! Op 2, Jos op 3. En zo te zien, wordt hij daar nou... Nee, hij wordt niet ingehaald. Oeh, en dan krijg je op de double jump. En dus is ook Michel aan de leiding, vervolgd door Ilko. Met erachter Roy, momenteel voor Jos, Mike en Robin. En we hebben nog 40 seconden te gaan. Nog 40 seconden op de klok. Wat wil je nog wat doen? Nou, het is daar nu tijd voor. Pas op jongens op het rechtstuk. Ik moet die kant op. En het is weer vrij. Dan heel snel rondje. Ja, als ik had het gedaan wel ja. En Michel zet een rondje 25-8 neer.
En de tijd is op. We gaan finishen. Michel is binnen. En pakt daarmee deze rit tegen. En Willem rijdt ook binnen. We hebben Ilko is binnen met zijn tweede plek. En iedereen is gefinished.